Ik weet niet of je het hoort, maar het is echt. Het klinkt zo dramatisch. Misschien is het gewoon een drama-beest of zo. Het zou vandaag 30 graden moeten zijn in Chengdu. Zoals je net al zag, is het een beetje grijs. Dus ik hoop wel gewoon dat het lekker warm weer is. Ik ga nu douchen, aankleden en ontbijten. Oh yes, pannenkoeken voor ontbijt. Woehoe! En er zit lekker banaan tussen. En ik heb hier iets van honing. Oh, lekker, 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 lekker. Voor degene die het niet weten trouwens, omdat je misschien alleen maar travel vlogs kijkt. Ik probeer 6 dagen van de 7 dagen clean te eten. Dat betekent dat ik zoveel mogelijk onbewerkt eet. Voor zover dat mogelijk is natuurlijk. 1 keer in de week heb ik een YOLO-dag, waarop ik van mezelf alles mag eten wat ik wil. Door de week schrijf ik dan ook op als ik cravings heb, wat ik heel graag op mijn YOLO-dag zou willen eten. Normaliter is mijn YOLO-dag dus op zaterdag. Maar afgelopen zaterdag zat ik de hele dag in de bus en vond ik eigenlijk niet zoveel aan. Dus ik heb hem uitgesteld naar vandaag, naar dinsdag. En dat is maar goed ook, want deze pannenkoek is echt... Oh, ze zijn echt goed. Ik ben zelfs geneigd om morgen gewoon weer die pannenkoek te eten, ondanks dat het dan niet mijn YOLO-dag is. Omdat ik gewoon niet weet wanneer ik weer zulke goede pannenkoek krijg. Zo lekker. Yes, ik heb me opgemaakt. Eventjes mijn haar gedaan. Ze had zo'n opluchting als ik weer even een beetje fris haar heb en zo. Ik heb mijn was erin gedaan. En ik heb nu dus 2 uur om even rondlopen. Want ik wil echt even mijn was ophangen. Overmorgen ga ik weg. En dan moet het gewoon droog zijn. En dat ik weer gewoon kleren heb en zo. Ik ga nu naar de Wenshu Monastery. Dat schijnt echt een must-see te zijn hier in Chengdu. En het is vlak bij mijn hostel, dus ik loop er gewoon eventjes heen. En daarna ga ik naar de supermarkt voor lekkere dingen. Het is nu trouwens 11:15 en perfect weer. Ik kan eindelijk weer een korte broek aan sinds Taiwan. En dat is toch echt wel... Hoe lang is dat geleden? Bijna 2 maanden terug alweer, joh. 6元8角，起元整合计13元8角. Dit wordt mijn lunch trouwens. Garnalenchips, even uitproberen. En birthday cake Oreos. Schijnt wel echt een verschil te zijn met gewone Oreos. Garnalenchips. Maakt een beetje naar paprika chip. Birthday cake Oreo. Hij ruikt al echt goddelijk naar taart. Zo lekker. Ziet ook wel de sprinkles. Wow. Ja, hij is echt net iets lekkerder dan de gewone Oreo's. Ik weet niet, het zit gewoon net iets meer smaak aan. Lekker. Ja, het is hier een stuk rustiger dan op de straat. Het is nu ook lunchpauze voor de meeste mensen. Het is nu ongeveer 12 uur. Cool. Gaaf beeld. Het is een draak en een vis. Super mooi en rustig hier. Beetje logisch, ik mag bij zeg maar, de gebedsplaatsen niet filmen. Maar ik kan je natuurlijk wel de buitenkant laten zien. Oh, ik word altijd zo rustig van dit soort plekken. Love it. Wauw, super mooi. Kijk die beelden van die olifanten. En van die soort van drakenhonden. Dit gaat volgens mij niet goed. Ik ben er namelijk nu al uit. En ik heb nergens een entree gezien waar ik toegang moest betalen. Ik heb wel gelezen dat je 5 euro toegang moest betalen. En dat heb ik dus niet gedaan. Dus ik heb het idee dat ik niet echt in het klooster ben geweest. Maar ik kan ook niet echt vinden waar de ingang is. Misschien moet ik het aan mensen vragen, maar mensen spreken hier zo slecht Engels. Ga even kijken. Misschien even aan iemand vragen. Maar ik ben er maar weer gewoon ingelopen. En ik denk dat het wel is, want ik zie hier ook super grote tuin. En misschien is die 5 renminbi, misschien is dat dan een donatie of zo die je moet doen. Ik ga dat zo meteen sowieso wel doen. Dan is dit gewoon. Deze tuin is zo relaxed. Ik zie hier ook echt gewoon mensen chillen. Slapen.
Oh, hé, hey, misschien is dit het. Die Chinese gebouwen, joh, die zijn echt zo mooi. Al die details en kleurtjes en vormen. Wauw. Dit zie je trouwens ook heel erg veel supermooie draken in steen gehouden. Heel gaaf. Dit zijn er twee, wat ik nu zie. Daar is een kop en daar is een kop. Ja, dit was dus wel het klooster. Ik had daarvoor al 5 yuan gedoneerd. En daarna zag ik dus ook dat je gratis wierook mocht pakken. Die heb ik ook aangestoken voor de mensen waar ik van haal. Ik ga nu terug naar mijn hostel, want ik moet mijn was even ophangen. En ik heb eigenlijk best wel zin in een dutje. Ik ga kijken wat ik ga doen. Oh yeah, ananas op een stokje. Oké, ik denk dat je oprecht alleen in China een knalroze metallic BMW vindt. Maar ik vind hem oprecht best wel tof. Ik zou er wel in rijden. Grappig ding. Hey, ik wil je voorstellen aan iemand. Dit is Panda. Omdat hij zwart en wit is. En hij is degene die vanochtend liep te janken voor mijn raam. En eigenlijk, dit ziet... Eerder was ik heel erg geschrokken van hoe hij nu vastzit. Maar het valt eigenlijk al mee, want het zit hier onder zijn pootjes. En een klein beetje om zijn nek, maar niet heel erg strak. Ik ben het er niet mee eens dat ze een witte reis geven. Dus ik wil straks eigenlijk gewoon honden voor hem kopen. Maar de man die voor hem zorgt, die was hem eigenlijk al eerder veel vet lief aan het aaien. En het zag er naar uit dat ze best wel goed voor hem zorgen. Oh. Ja. I think his name should be Panda. Yeah, because he looks like Panda. So. Yeah, oh, he's so adorable. Such a happy dog. Hij is echt een heel blij hondje. Ook al is hij echt super jong en hoort hij gewoon eigenlijk bij zijn moeder te zijn. Denk ik dat hij het hier in China en voor Chinese standaarden eigenlijk toch wel vrijwel goed heeft. Kijk hoe lief hij is. Hey Panda. Hey. Ik heb hem net 1,5 uur zitten aaien en ik kwam toevallig een Amerikaanse jongen tegen, Josh. Daar heb ik ook heel lang mee staan kletsen en daar ga ik nu ook mee eten. Omdat je gewoon random mensen onderweg ontmoet. Dit is echt hilarisch. We hebben de tafel van deze Chinezen hebben we gebruikt als menu, omdat... Het menu geen plaatjes heeft. Bukachi. En nu moesten we dus met ze op de foto, wat eigenlijk heel gezellig is. En dit is Josh. Josh komt uit New York. Hij is nu al een maand in China aan het reizen. Ik heb dus net ingewanden gegeten en ik dacht dat het paddenstoelen waren. Yay. Maar goed, het is best gezellig en ik leer heel veel. En hij heeft ook eigenlijk hetzelfde goed afgelegd als ik. En nu zijn we gewoon aan het chillen aan het eten. Josh en ik zijn bij de grote supermarkt. En ik ben allemaal YOLO dingen aan het halen. Dit is jelly, wat vrij bekend snoep is in China en populair, dus ik wil het even proberen. Chocoladeballetjes, zonnebloempittenkoekjes, donuts. What do we think this is? Probably, I think it's rice cake. Yeah, it's probably not very good. Rijstkoekjes of zo. It's probably very jellyish, but they put a panda on it. They do put a panda. Yeah. Dit is winter. En Winter is hier ook op bezoek om de panda's te zien. En ze gaat Josh en mij nu laten zien hoe je goat speelt. Ga je zien. Oké. En het is een simpel game, maybe named 5 steps. You finish the game fast. Hey, het is nu 11 uur en ik ga slapen, want mijn keel begint weer pijn te doen. Dat is voor mij het eerste teken dat ik ziek ga worden. Ik heb nog een Nederlands meisje ontmoet en een Chinese meisje, wat je net zag. En van het Nederlandse meisje heb ik een stukje gember gekregen. Daar heb ik met hete thee... daar heb ik met heet water thee van gemaakt. Dus ik hoop dat het helpt. Het was vandaag echt een hele interessante dag. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad met Josh. Heel veel over Amerika gehoord en over hoe het leven is in New York. Ja, super interessant. En ja, ik weet niet wat ik morgen ga doen. Voor nu ga ik even mijn make-up eraf halen, tanden poetsen, lekker slapen.
Dankjewel voor het kijken en ik zie je morgen weer. Doei.